de gast voor de wekker. Het is op de dag dat de Goedheiligman officieel jarig is, maar toch al teruggaat richting Spanje. Voor de achterblijvers is er op vrijdag 6 december de tweede editie van Leiden Live. En aangeschoven is organisator en zanger bij de Leidse band Onijn, Casper Oudzoorn. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, wat kunnen bezoekers precies verwachten van de tweede editie van Leiden Live? Heel veel live muziek in de Nobel in Leiden. We programmeren eigenlijk in de grote kleine zaal en in de foyer zoveel mogelijk acts als we kwijt kunnen. Dus in de grote zaal hebben we een doorlopend programma. Dus ook geen pauzes of ombouwen, twee podia daar. Dus dat gaat door en daardoor kunnen we dus ook 15 acts programmeren. En nog een handvol singer-songwriters. Dus heel veel te zien. Ja, heel veel te zien, heel veel te horen. Ja. En vorig jaar was eigenlijk best wel een heel groot succes. Zeker, ja. Dat was toen de dag voor Oud en Nieuw. Maar toch, heel veel mensen hadden wel zoiets van, ja, dit is wel zo gaaf. Ja, ja. Dat is waarschijnlijk ook wel de reden dat jullie nu een tweede editie gaan doen. Zeker, zeker. Wat neem je mee van de eerste editie? Sowieso het gevoel. Het pakte echt heel goed uit hoe we het wilden. Dat je met een blokkenschema in je hand echt dat festivalgevoel hebt. Van we gaan even kijken in de kleine zaal. Hé, we kunnen even daar kijken in de grote zaal. De karaokeband begint in de foyer. Ik zing nog een liedje mee. Dus dat gevoel van lekker die zalen rondlopen en echt het festival vibe. Dat nemen we echt mee. En we hebben gewoon weer opnieuw gekeken naar vette bands en talent om te programmeren. Ja, want wat dat betreft is er dus genoeg uit de regio. Want een aantal namen zijn hetzelfde, maar heel veel juist niet. Nee, precies. Dus we willen ook wel echt veel nieuwe aanvals doen. En binnen alle genres, er is inderdaad genoeg in de regio waarvan we denken, hey, dat is echt wel tof en dat moet gezien worden. Ja, en over genres gesproken, het gaat van rock naar pop, van indie tot elektronisch. Het gaat alle kanten op. Ja, ja. Maar hoe kan het dan voor iedereen toch nog steeds boeiend blijven? Nou ja, ik denk dat iedereen ook wel van meerdere genres houdt. En je komt stel je komt binnen voor een soul act en je gaat met dat blokkenschema, ineens kom je langs een indie band en je denkt, hey, dit vind ik ook wel leuk. En zo, dat ontdekken vinden mensen denk ik leuk. En dat is denk ik waarom het werkt. Ja, en dat is, ja, tenminste, wat ik me nog kan herinneren van de vorige keer, dat is juist ook een beetje de bedoeling achter Leiden Live. Ja. Ja, dat je ook een beetje je grenzen probeert te verleggen, toch? Precies, ja, ja, ja. Dus als je voor Onijn binnenkomt voor de covers, dat je toch ook met een paar eigen werkbands en de singer-songwriter in de VJ denkt, hey, ik heb toch wel even een gevarieerd programma gezien en weer wat nieuws ontdekt. Ja, want de hele avond alleen maar covers, ja, dat kan inderdaad ook. Ja, dat kennen we wel. Ja, dat weten we wel. Ja, ik denk, ik test toch even wat je er zelf van vindt. Maar dan, ja, hoe tof is dan inderdaad als je denkt, de meeste zijn toch nog wel redelijk onbekend. Ja, ja. Dus daar zitten echte pareltjes tussen. Kan je er één of twee uitnoemen waarvan je echt zegt van, ja, ik vind het zo tof dat deze op de line-up staan? Ja, ja. In de grote zaal hebben we op een gegeven moment hebben we Paradise. Dat zijn 9 dames die een soort afrobeat wereldse muziek maken. Dus echt met 9 verschillende instrumenten. En dat swingt gewoon de pan uit. Dus we zijn heel blij dat we die konden krijgen. Ja. Kijk zelf ook heel erg uit naar Tenrek. Dat is een soort elektronisch hip-hop rap duo. En dat is en heel grappig. En heeft gewoon echt hele goede beats. Dus dat is lekker dansen. Ja, ik toevallig ken ik die gasten. En waar mij een beetje aan doet denken is een soort van de jeugd van tegenwoordig. Ja. Maar dan wel een Leidse versie of ja, zo. Precies, ja, ja. En, maar ja, wel onwijs toffe muziek hebben ze. Ja, zeker. Ze maken hele toffe muziek. En ze hebben nog niet zo heel veel live gespeeld. Dus dat is ook het podium wat we willen bieden, zeg maar. Ja, het is niet alleen maar voor de doorgewinterde singer-songwriters doorgewinterde bands. Ja, die eigenlijk al 100 plus gigs hebben staan per jaar. Precies, ja. Het is juist voor die opkomende artiesten. Ja, ja, en dat is het hele idee ook. Van, weet je wel, er zijn misschien zo weinig plekken in de regio waar je dat kan doen. Dat wij dachten van, we gaan gewoon kijken of we zoveel mogelijk kunnen programmeren. Zodat iedereen een kans krijgt om in zo'n mooie zaal als in de Nobel te spelen. En we met elkaar een mooie avond kunnen beleven en heel veel dingen kunnen zien. Ja, en sowieso, er zijn nog meer dan 15 acts zijn er. Ja. Maar het zijn er nog niet genoeg, want als het goed is kunnen nog mensen zich eventueel. Ja, nee, het kan altijd voller. Dus ja. We hebben het begin van de avond programmeren we in de foyer dan singer-songwriters. En daar is nog plek. Dus als mensen zich nog willen opgeven, dan zijn we nu bezig met de selectie. Dus dan kunnen ze een mailtje sturen naar contact@leidenlive.nl. Of via de socials even een berichtje sturen. En dan kijken we gewoon even of er een plekje is. Ja, je moet wel, zijn er nog wel bepaalde eisen waaraan je moet voldoen dan? Als je nu zit te luisteren en denkt, ik heb een gitaar, ik kan wel wat pingelen en ik kan een beetje wat zingen. Mag je dan gewoon aanmelden? Aanmelden mag altijd, maar we gaan wel kijken. We willen wel kijken, willen mensen zeg maar echt het podium bieden die zeg maar die stap willen maken. Van, ik maak muziek, ik schrijf het liefst ook eigen liedjes. Maar dat optreden, dat heb ik nog niet gedaan of nog weinig gedaan. Nou, die stap
daar willen wij eigenlijk met dat podium inspringen. Dus niet inderdaad mensen die al 30 shows, 40 shows per jaar doen. Maar echt die mensen die zeggen van, hey, ik ga nu met die gitaar voor het eerst mijn eigen liedjes wil ik laten horen. Dan is dit de plek. Ja, tof man. Ja, ik vind het zo leuk dat je dit soort mensen ook gewoon een podium geeft. Want ja, wat je zegt, het is er nog niet heel veel. Nee. Nou, eigenlijk bijna niet. En zeker niet in zo'n zaal als zo'n grote zaal als de Nobel. Nee, dat is kicken, ja. Is het niet een idee om dit misschien dan meer dan één keer per jaar te doen? Of loop ik nu te veel op de zaken vooruit? Misschien wel. Kijk, het is ook wel een heleboel werk om het allemaal te doen. Ja. En wat je zegt, ik speel ook in een coverband. En zeg maar, de zomerseizoen zijn we veel op pad. En daarom is dit perfect zo in de winter. Dan kan ik me ook nog vermaken. Ja, gewoon even een soort bezigheidstherapie. Ja, ik verveel me nogal gauw. En nou, nog eventjes één keer voor de zekerheid. Wanneer is het, waar is het en waar kunnen mensen nog eventueel informatie vinden? Ja, 6 december, vrijdag 6 december in Nobel in Leiden. Leiden Live. Tickets zijn nog beschikbaar via leidenlive.nl, via de Nobel website. En kom gewoon genieten en ontdekken van het mooiste wat Leiden te bieden heeft qua live muziek. Nou, beter kan ik het niet zeggen. En dit is alles helemaal goed samenvat. Casper, dankjewel dat je wilde langskomen. Ja, dankjewel. En alvast veel plezier. Ja, dankjewel.